Maandag kwam RTL Nieuws met het bericht dat het Keizer Karelplein het gevaarlijkste verkeerskruispunt van Nederland zou zijn. Op Facebook vonden Nijmegenaren dat al ontzettend meevallen en dat lijkt het RTL Nieuws nu ook in te zien. Het onderzoek gaat opnieuw uitgevoerd worden. Nijmeegs onderzoeksbureau Shift begrijpt wel waarom het onderzoek overgaat. Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ik kan me niet voorstellen dat het gevaarlijkste is, want ik zie wel vaak ergernis, getoeter. Maar echt misgaan zie je vaak alleen maar blikschade. Er wordt wel gezegd dat er 83 ongevallen zijn geweest in de afgelopen 3 jaar. Het is wel behoorlijk wat. Nou, het is vooral gevaarlijk voor mensen die hier niet zo vaak komen. Want op het moment dat je hier voor het eerst komt, dan weet je waarschijnlijk niet welke afslag je precies moet hebben. Dus je moet even zoeken. En dat is een beetje lastig door al die auto's heen. En mensen verwachten niet dat de auto's van rechts voorrang krijgen. Dat maakt dat het best wel onverwachte situaties oplevert. Daarnaast zie je hem vooral niet als rotonde, want dat is het ook niet. Automobilisten van rechts hebben voorrang. Dus zodra je iets van rechts ziet bewegen, gewoon keihard op de rem.